Ik ben Rolien Eikelenboom en al 24 jaar dirigent van het sprankelende koor Vocaal Kabaal. Dit jaar organiseren wij voor de tweede keer een culturele uitwisseling. Enkele jaren geleden hebben we een uitwisseling gehad met een Italiaans koor, Monte Pizzo. En dit jaar hebben we een uitwisseling met het Engelse koor Woven Chords uit Stanford. In oktober zijn wij 4,5 dag zeer gastvrij ontvangen. We hebben daar met elkaar gedanst, hebben met elkaar gezongen, met elkaar gegeten en heel veel gesproken over Engeland en over Nederland. 29 mei ontvangen we ze in Castricum, om daar 4,5 dag hier met elkaar op te trekken. We geven onder andere 2 concerten en er wordt heel veel georganiseerd. De komende weken geven wij u een kijkje in de keuken van wat er allemaal bij zo'n organisatie komt kijken. Elk koorlid helpt mee. Iedereen zit in een commissie. Denk aan een PR-commissie. Hallo, ik ben Marien Vaassen. Ik zit in de PR-commissie van Vocaal Kabaal. We zijn in Bakkum bij hotelrestaurant Café Borst. En eind mei verblijven hier onze Engelse vrienden. En we gaan even binnen een kijkje nemen. Niemand uit onze gemeente weet het eigenlijk, maar Hotel Borst heeft heel veel heel mooie kamers. Daar gaan we nu even een kijkje nemen. A very warm welcome to my English friends. This is about how you are going to be staying in beautiful Castricum. Financiële commissie, een concertcommissie, vooral een cateringscommissie. Een organisatie rondom het bezoek van de Woven Chords aan het Jacques Matthijssen College, waar ze met de leerlingen die tweetalig onderwijs volgen in gesprek gaan en met elkaar gaan zingen. Activiteitencommissie moet je ook denken aan het bezoek aan de Zaanse Schans, bezoek aan Amsterdam. Nou, al met al, we komen tijd tekort om alles in elkaar te draaien. Maar het wordt leuk. Kijk mee. Veel plezier. En dan nog een keertje in. Lekker zachtjes. Halfje zakken. En terug. Halfje omhoog. Je laat ook alles met je doen, hè? Maar het meeste gaat natuurlijk om tekstbeleving, laidback zingen en bewegingen erbij. Komt die 5, 6, 7. Yeah, yeah, yeah. En. Yeah, yeah, yeah. Oké, tot hier. Yeah. Yeah. Nou, iets minder, even losjes, Emiel. Yeah, yeah. Mannen, zullen we aan de vrouw overlaten? Yeah, yeah, yeah. Weet jij wat je ogen zien? Weet je zeker dat je goed kijkt? Naar mij, mannen erbij. Hallo, waar zijn jullie? Als ik dan hier ben, dan merk ik wel dat het na het zingen dat het gewoon wel ontzettend ontspant. En dan nog even nazitten met z'n allen en wat drinken, dat maakt het ook wel erg gezellig. Sinds kort woon ik in Castricum, dus ik dacht ik ga eens lekker zingen. En bij Vocaal Kabaal was het heel gezellig, dus daar ben ik gebleven. Nou, ik vind het een heel leuk idee, dat uitwisselingsprogramma. Ja. Het koor betekent voor mij ja, een heel stuk ontspanning. Samen muziek maken is prachtig. Volgende week gaat er weer een hoop gebeuren. Alle commissiehoofden komen bij elkaar. En Rolien Eikelenboom die treft de voorbereidingen om hier met een aantal klassen de Engelsen te ontvangen. Tot volgende week.